Koopmijners opgejaagd door Dessers. Lange bal daar, belandt hij bij Dani de Wit. De Wit op Abou Ghlal, ja, die heeft wat moois in gedachten. Komt er alleen niet helemaal lekker uit. Idrissi, ruimte aan de rechterkant bij Svensson, goed gezien. Bij de tweede paal, ja. Daar dook Dani de Wit op. Heerlijk balletje van Mietje. Uronen. Vlag blijft omlaag. Daar lijkt me wel een overtreding. Ja, Leeuwin op Uronen. Die linksback die mee opkomt. En dan gaat de bal op de stip. Dessers tegenover Bizot. En linksonder in de hoek is het raak. Vorig jaar de topscorer in de Eredivisie. Cyril Dessers maakt er in de 19e minuut 0-1 van. Wijndal met de voorzet en de Wit. Ja, die raakte verkeerd. Die raakte hem op zijn kuit in plaats van op zijn voet. Weer een mogelijkheid voor Dani de Wit. Werd samen met Motabuni deze zomer definitief overgeheveld naar de A-selectie. Scoorde aan de lopende band, Thijs Oosting. En hier dan. Oeh, hier heeft hij de gelijkmaker op de schoen, Thijs Oosting. Maar heeft zijn vizier niet goed staan. De grootste kans tot nu toe voor AZ. Daar bij de tweede paal binnengekopt. Maar buitenspel. Thibaut Courtois natuurlijk, de keeper van Real Madrid. Die net het kampioenschap binnen heeft gehad. En Koulibaly van Napoli. Zomaar wat spelers. Daar de goal niet. De kans voor Evjen. En dat is Oosting natuurlijk. Oh, heerlijk balletje van Reinders en daar Oosting. Nee, het is Vukovic met een handje. Maar wat een heerlijk paasje van Reinders op Oosting. Die ervaren Australisch doelman. Nu dan Druif. Druif, daar Evjen. En wederom Vukovic die Genk op de been houdt. Reinders. Mooie beweging. Reinders daar het meenemen van Evjen. En weer Vukovic. Schitterende actie. Kramer met de bal. En dan een schitterende pegel van Druif. Maar wederom Vukovic. De staande weg. Dus vervangen door Rational Margaret. Opgeleid bij Vitesse. Vorig jaar ook al spelend bij Jong AZ. Tabouni hier met de schot. Aouyan laat zich daar verrassen door Nygren. De invaller van zojuist. Daar is Peensel. En Verhulst met een uitstekende redding. Peensel met de 0-2 op de schoen. En daar het laatste fluitsignaal. AZ verliest met 0-1 van Genk. Enige doelpuntenmaker Cyril Dessers na 19 minuten uit een penalty. Overtreding van Leeuwin ging daaraan vooraf. Dani de Wit kreeg de eerste helft een aantal mogelijkheden. De tweede helft waren er regelmatig mogelijkheden voor AZ. Via Oosting, Evjen en Druif. Maar dat zat er vandaag niet in. Abonneer je. En 8 en 15 augustus gaat AZ op herhaling tegen topclubs uit Europa. Kun je ook weer live zien via deze AZ YouTube verbinding. Dus abonneer je daarop en mis niks. Ook de komende weken niet natuurlijk. Meer spelersinformatie